Nou, de repetities zijn in volle gang, maar wat zij nog niet weten is dat hij straks, Guido, bekend gaat maken wie genomineerd is voor de Pia Douwesprijs. Hebben ze nog niet door. Je hebt gewoon geen ruimte om te zitten. Je kan geen eens een kinderwagen in de bus doen. Het is echt, het is vreselijk. Fulltime coach van een profspeler zie ik mezelf geen 15 of 10 jaar meer doen. Maar dat ik dan nog steeds iets met tennis aan het doen ben, dat is wel zeker. Dat is ook het enige waar ik wat vanaf weet. Welkom bij het Rijnmond Nieuws. 2 jaar geleden werd Vivian Kramer derde bij een pinnenverkiezing in Las Vegas. Vivian, waar moet een hele goede pin-up nou aan voldoen? Nou, ik denk dat je wel met een beetje pit en karakter ergens voor moet durven staan. En dat ook letterlijk uitdragen en niet bang zijn om op te vallen. Straks meer over Vivian en natuurlijk meer over haar pin-up verkiezing. Nu eerst het nieuws uit de rest van onze regio. Maandagavond dus worden de Amateur Musical Awards uitgereikt in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Maar vandaag moet er nog flink gerepeteerd worden. En dat doen we hier. And always look on the right side of life. Kom je vandaan? Stompetoren. Of all places. Moet je me even helpen? Bij Alkmaar, klein dorpje. Oh, Noord-Holland. Ja. Wat gaat hier vandaag gebeuren? Wat we vandaag gaan doen? Sorry, ik heb mijn mond vol. Oh, dan wacht ik wel even hoor. Hoera! Hoera! We zijn even een beetje aan het oefenen. Nou, een beetje. Nou, vindt u? Waar komt het stukje uit? Dit komt uit Chess. Uit Chess the Musical. Uit beste ensemble, toch? Genomineerd. En waar sta jij in het ensemble? Ik sta helemaal achteraan. Ja, dat dacht ik. En toch genomineerd. Ja, hè? Ik kan haar natuurlijk ook niks vragen nu, ja, ook de mond vol, ja. Professionelen zijn best wel eens jaloers op amateurs, want amateur, je zal maar amateur zijn, dan heb je een leuk leven. Eerlijk gezegd, die professionals, die hebben geen leven. Hoe leuk is het nou dat je met al die meiden en jongens uit Sneek naar Rotterdam gaat? Het is fantastisch. Ja, het is echt een avontuur natuurlijk. Super eer sowieso dat we genomineerd zijn. Want ja, wie had dat kunnen denken, een klein clubje uit Sneek helemaal. De Friesen en nou ja, wij maken zo'n musical met allemaal jonge mensen, dus ja, wel heel bijzonder. Nou, de repetities zijn in volle gang, maar wat zij nog niet weten is dat hij straks, Guido, bekend gaat maken wie genomineerd is voor de Pia Douwesprijs. Sst, hebben ze nog niet door. Ik wil namelijk namens Pia Douwes bekendmaken. Dat jullie genomineerd zijn voor de Pia Douwes Special Talent Awards. En als je nou wil weten wie van deze die Pia Douwes prijs heeft gekregen, blijf dan kijken, want straks in de tweede helft van de uitreiking van de Amateurs Awards zal Pia Douwes de prijs uitreiken aan een van de 5 genomineerden. Verpleger Raïd A. uit Rotterdam wordt vervolgd voor zeker 10 incidenten in de grote zaak rondom de insulinemoorden. Dat is maandagochtend bekend geworden tijdens een korte zitting op de rechtbank. Volgens het OM is hij verantwoordelijk voor 4 sterfgevallen en 6 gevallen waarbij bejaarden onwel werden. 2 sterfgevallen worden nog nader onderzocht. Het OM laat 3 zaken vallen vanwege een gebrek aan bewijs. Raïd A. zou in verschillende verzorgingstehuizen in onder meer Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam ouderen hebben geïnjecteerd met insuline, terwijl ze geen suikerziekte hadden. Een aantal van hen is daaraan overleden. Cubus heeft de dienstregeling in Dordrecht en de regio overgenomen van Arriva. En dat verliep niet helemaal soepeltjes. Je hebt gewoon geen ruimte om te zitten. Je kan geen eens een kinderwagen in de bus doen. Het is echt het is vreselijk. Rees je nog wel een beetje op tijd? Nee, dat ook niet. Ook allemaal vertraging en ja, moet het maar mee doen, hè? Nou, ik hoorde wel dat de route korter, zeg maar minder stops, dus dat helpt wel. Maar ik had geen idee hoe het zou gaan. Hier staat iemand die blij is. Ja. Dus ik moet nu met de fiets naar de bushalte. En voor mij is dat eigenlijk geen probleem, maar ik vind het meer voor de oudere mensen vind ik het wel heel erg raar. Ja, ging goed hoor. Zeker. Alles op tijd? Ja, ja, dat was mooi. Nee, het was even van waar moet ik heen? Ja, en dan kom je koud, kom je op een vreemde bus en
Ja, de opstartperikelen, mijn personeelsnummer klopt ook nog niet. Dus ik rij eigenlijk een beetje uit mijn hoofd, reikt de routes even tot ik klaar ben. We hebben vanmorgen inderdaad ook wel gemerkt dat er een paar ritten waren uitgevallen. Een aantal bussen natuurlijk niet op tijd waren. Helaas hebben we dat niet kunnen voorkomen. Maar ik denk al met al, als ik zie wat er wel gereden heeft. En we hebben ook een aantal touringcars ingezet. Dus dat het merendeel van de reizigers gelukkig wel vervoerd is. Hoe snel haal je die kinderziektes eruit? Is dat bij wijze van spreken dinsdagmorgen allemaal verholpen? We verwachten toch wel binnen een aantal dagen dit goed op orde te hebben. Je hebt natuurlijk dingen veranderd ten opzichte van Arriva. Er is een discussie of het verbeterd is of verslechterd. Maar er zit een filosofie achter, hè, achter jullie dienstregeling. Ja, wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we vooral lijnen hebben gestrekt. Dus dat er met minder haltes, waardoor je sneller verbindingen hebt. Maar dat betekent ook dat er een aantal reizigers dan natuurlijk daar een beetje de dupe van worden. Die nu een halte dichterbij hadden en wat verder naar de halte toe moesten. Veel vertragingen en bussen kwamen helemaal niet opdagen. Beetje balen. Ja, dat is wel wat minder. Zal het een kinderziekte zijn, morgen weer voorbij? Ik hoop het wel. Na een aantal mislukte pogingen moet het nu gaan lukken. Rotterdam aan het glasvezel. Vandaag gaat de eerste schop de grond in. En Kralingen-West is de eerste Rotterdamse wijk die straks ultrasnel internet heeft. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is belangrijk voor de stad. En dat wordt dan ook feestelijk gevierd. Het glasvezelnetwerk is belangrijk voor de stad Rotterdam om heel veel redenen. Steeds meer mensen werken thuis. Die hebben gewoon stabiel en altijd werkend internet nodig. Aan de andere kant, gelukkig kunnen steeds meer ouderen thuis blijven wonen. Maar daar hebben ze ook die digitale zorg voor nodig. Daarom is het belangrijk. En het is ook gewoon lekker makkelijk. Als moeder staat te koken, een recept heeft gedownload, een kind wil gamen en er ook nog een andere ouder aan het werken is. Dan is het wel zo makkelijk dat internet het doet en steeds meer data kan verwerken. Doordat eerdere pogingen mislukten, is er de nodige skepsis. Toch moet het nu lukken om alle 295.000 huishoudens de komende 5 jaar aan te sluiten. Een flinke klus. Het is absoluut een flinke klus. We praten over 295.000 woningen die allemaal verglaasd moeten worden. En we gaan ook in elke woning gaan we een vezeltje aanleggen. Maar doordat we best wel veel ervaring hebben en dingen geleerd hebben uit het verleden, gaan we hier absoluut een succes van maken. Daarnaast praten we natuurlijk over een netwerk wat over 5 jaar pas klaar is. Dus we moeten ook 5 jaar in de toekomst kunnen kijken. Dus we moeten zorgen dat er voldoende capaciteit is voor 5 jaar en dan verder. Deze woning staat in de stijgers om ontmanteld te worden. Hier gaat niet de sloopkogel tegenaan, maar alle onderdelen worden stuk voor stuk uit elkaar gehaald. En je ziet wel, we begonnen met het dak. En dit zijn dan de palen. Die hebben we allemaal genummerd. Dat we ook weten in welke volgorde die straks weer terug moet. Maar ja, je ziet wel aan de lengtes wat voor een hoog gebouw het is geweest. Het is een modelwoning die zijn eigen energie opwekt en recyclebaar is. De afgelopen 4 jaar heeft hij proef gedraaid op Rotterdam Heijplaat. Maar daar moet hij weg omdat er een nieuwbouwwijk wordt gebouwd. Dat is juist het mooie met houtskeletbouw, dat die uit elkaar te schroeven is. Dus je hoeft niet met de sloophamer stenen weg te halen. Elk onderdeel van dit gebouw kan hergebruikt worden. En dan kan die gewoon op een andere plek weer opgebouwd worden. En daar zijn jullie de laatste tijd heel erg druk mee bezig geweest om een nieuwe plek voor deze woning te vinden. Ja, er is druk overleg geweest met allerlei instanties. En uiteindelijk hebben we een plek gevonden bij de Merwedehaven. Daar is een project Floating Farm. En daar gaat die in april 2019 opgebouwd worden als informatiecentrum. Dus hetzelfde gebouw, hetzelfde houtskeletbouwgebouw, komt weer terug aan de andere kant van het water. Bij de drijvende boerderij in de Merwehaven in Rotterdam-West keert de woning dus terug. Voorzichtigheid is geboden bij de demontage. Want zoveel mogelijk moet straks weer hergebruikt kunnen worden. Je kan niet zomaar ergens maar aan gaan trekken en gaan breken. Want dan hebben wij dadelijk het probleem met opbouwen dat het niet meer past. En dat betekent waarschijnlijk ontzettend veel schroeven eruit halen. Nou, we hebben er al een paar honderd uitgehaald. En de bouten en moeren, die bewaren we. En de schroeven, die gooien we gewoon weg. Omdat we dadelijk ook weer op moeten bouwen. En als het ooit dan weer afgebroken moet worden, ja, dan is het wel fijn dat de schroeven gewoon eruit kunnen, in plaats van dat je alles moet losslijpen. Een 19-jarige man uit Rotterdam is door de rechter veroordeeld tot 25 jaar celstraf wegens een dubbele moord in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Een destijds 17-jarige medeverdachte moet 20 jaar de cel in. De rechtbank sprak maandag van een geplande, koelbloedige liquidatie waarvoor de verdachten betaald kregen. Bij de liquidatie kwamen 2 mannen van 25 en 26 jaar oud om het leven. Ze werden onder vuur genomen toen ze in een geparkeerde auto zaten aan de Rijnauwensingel.
Mogelijk was slechts één van de twee het doelwit vanwege een ruzie in het criminele circuit. Raymond Sluiter is na een intensief jaar met zijn pupil Kiki Bertens weer even terug in Rotterdam. Bij de Raymond Sluiter Open, een kliniek georganiseerd door de Rotterdamse sporticonen, was de succesvolle tenniscoach zondag enthousiast bezig met zo'n 130 kinderen. En Sluiter nam ook even de tijd om terug te blikken op het seizoen met Kiki Bertens, die door haar goede prestaties dit jaar de top 10 op de wereldranglijst is binnengedrongen. Dit jaar heeft ze echt een heel constant niveau qua werkwijze heeft ze weten te handhaven. En van daaruit dus ook constante prestaties gaan leveren. Zij wordt steeds volwassener en gaat steeds meer doorhebben wat ze zelf wil en wat ze zelf prettig vindt. En dat is waanzinnig belangrijk. Sterker nog, dat is het belangrijkste. Dat heb ik altijd voor haar gewild. Dat zij zelf beslissingen leert maken. Dat ze zelf, ja, en dat is een beslissing van een bal cross of langs de lijn, maar vooral ook een beslissing in trainerstaf. Wat heb ik nodig? Moeten we nog een fysieke trainer? Moet er een masseur mee? Ik kan al die dingen wel aandragen. Alleen zij moet uiteindelijk de beslissing nemen, want het gaat om haar. En daarin heeft ze de afgelopen jaren gewoon echt grote stappen gemaakt. Is dit ook wat je de rest van je leven gaat doen? Wil je daar nog verder in ontwikkelen ook? Andere spelers, andere dingen gaan doen? Ja, ik sta over 25 jaar nog steeds op de baan. En dat kan bij TC Schiephoek zijn of dat kan in Australië, bij de Australian Open zijn. Feit is wel dat het werk met Kiki is waanzinnig leuk. Of het één op één werk met een proftennisser, alleen ook waanzinnig zwaar. Ik ben 33, 34 weken weg, net als zij. Dus je sociale leven ligt thuis echt op zijn reet, om het maar op zo'n Rotterdams te zeggen. En dat gaat op een gegeven moment wel een beetje knagen. Dus ik zie mezelf, een fulltime coach van een profspeler, zie ik mezelf geen 15 of 10 jaar meer doen. Maar dat ik dan nog steeds iets met tennis aan het doen ben, dat is wel zeker. Dat is ook het enige waar ik wat vanaf weet. 2 jaar geleden werd Vivian Kramer derde bij een World Miss Pin-Up verkiezing in Las Vegas. En dit jaar gaat ze er zelf eentje organiseren, namelijk de Miss Pin-Up verkiezing Benelux 2019. Wat is precies een pin-up? Voor mij is een pin-up iemand met een link naar vroeger, maar wel weer met een lekkere moderne twist erin. En een beetje 40s, 50s zitten we dan. Humor en zelfspot is heel belangrijk. Want het gaat niet alleen om uiterlijke blijkbaar. Nee, dat is dus eigenlijk het grootste struikelblok. Dat iemand denkt dat het alleen om de lipstift en het haar gaat. Maar het gaat wel degelijk om het stukje erachter. Jij doet mee aan de misverkiezing. Waarom? Ik hou gewoon van pin-up, enorm. En ik wil dat meer vrouwen ook kennis gaan maken met deze stijl. Het is super sexy, super vrouwelijk, zonder dat het ordinair wordt. Hoe komt die verkiezing eruit te zien? Ik ga letterlijk in mijn autootje met mijn juryleden de Benelux door. Op zoek naar de ultieme pin-up. Waar let je dan op? Ja, dat is een mega challenge natuurlijk. Want je hebt veel dames en niet heel veel tijd. Maar in 5 minuten gaan de dames zich aan de jury voorstellen. Ik hoop dat iedereen dat lekker op zijn eigen manier gaat doen. Als je talent zingen is, ga je zingen. Hoe ga je dan de juryleden omver blazen? Nou, ik ben ook zangeres. Dat zie je wel natuurlijk. Ik dans rock and roll, live in het publiek. Yeah. En jij denkt daar de jury mee te kunnen overtuigen? Ik hoop het. Die mogen er eigenlijk allemaal meedoen. Pin-up is voor mij wel iemand met een hele vrouwelijke uitstraling. Maar dat betekent niet dat je vrouw hoeft te zijn. Dus ook voor travestie of voor drag queens is dit eigenlijk de briljante gelegenheid. Eind maart is de grote finale. Waar moet die plaats gaan vinden, de finale? In Rotterdam. In Rotterdam natuurlijk. Ja, ik hou het wel hier. Ook al een locatie op het oog? Ja, stiekem neig ik heel hard naar de Thalia Lounge. Want ik was daar zelf niet zo bekend mee, maar het is echt een prachtige zaal. En het heeft echt de glamour die ik aan de finale mee wil geven. Tot slot, als je nou mee wil doen, hè, waar moet je je dan opgeven? Dat kan op de website miss-pinnen.nl. En ik hoop dat iedereen zichzelf lekker uitdaagt. En het lef heeft om mee te doen. Mocht je jezelf geroepen voelen, ga dan naar de website. Tot zover het Rijnmond nieuws. Ga voor meer nieuws naar Rijnmond.nl of kijk in de app. Meteen aansluitend hebben we FC Rijnmond met vandaag de gast niemand minder dan Rob Jacobs. Later. Zou ook een goede travestiet zijn, denk je?